Hey, Dennis hier van Android World. En in deze video laat ik jullie het spel Backbreaker zien. Backbreaker is een Amerikaans voetbalspelletje. En de bedoeling is om zo snel mogelijk naar de andere kant te komen van het veld. Waardoor je dus tegenstanders krijgt die je moet ontwijken. Dit is het hoofdscherm. We hebben wat reclame. En dan kunnen we gewoon verder klikken. Nou, dit is dan het hoofdmenu. Nou, hier zijn wat instellingen die je kunt veranderen. Volume en data. En online scores. Ik druk op start om te beginnen. Nou, hier hebben we de game setup. Je kunt dus je naam invullen. Je huidskleur kun je zelfs ingeven. En je favoriete nummer en welk team je graag wil spelen. Nou, maakt voor deze demo even niet uit. Nou, we kiezen voor rookie maar even. Hier heb je een bepaalde game mode, challenge of een endurance. Nou, we kiezen nu voor challenge. Hier zijn nog wat settings, welke challenge je wilt. Dit is gebaseerd op de moeilijkheidsgraad. Nou, we beginnen dan bij 5. En dan kunnen we nu gaan spelen. De graphics in deze spel zijn echt uitermate mooi. En het loopt ook super soepel op de 1 GHz Snapdragon processor. Dat gaan we skippen. Nou, de bedoeling is dus om ze te ontwijken. Nou, hier gaat het al mis. Hier zie je echt goed hoe de graphics zijn. Met de rechterknop kun je snel sprinten. En met deze knop aan de zijkant kun je dus ontwijken. Dit is gewoon een stap opzij, deze twee pijltjes. En als je naar voren draait, je telefoon naar voren helpt, dan zal die sneller gaan lopen. Zo, ik ben er niet al te goed in. De moeilijkheidsgraad wordt ook telkens lastiger. Dit is al het einde en dan probeer je het te halen. En we hebben een touchdown. Net op het nippertje trouwens. Hier krijg je een aantal punten te zien dat je hebt gehaald. En hier zie je zo'n rode lijn. Nou, daar buiten kun je niet. Het wordt telkens moeilijker en lastiger om de spelers te ontwijken. Dit was een korte review van Backbreaker. Een hele mooie 3D grafische spel. En hij is te downloaden in de Android Market. Mocht je nog vragen hebben, laat het dan weten in de comments en graag tot de volgende keer.